Biscayne toekomst het nog mooier. Nog mooier? Biscayne. Nieuw blijft natuurlijk wel doorgaan. De Chinezen blijven wel, nee. Ik denk dat, ja, zeker Nederlanders houden wel van Chinezen. Ja, dat is wel zo. Dat heb je wel gelijk in. Dat Chinezen horen wel heel erg bij Nederland. Ja. En dat hoort wel heel erg bij de Nederlandse cultuur. Ja. En ik denk dat Chinese restaurants in alle kleine dorpen zullen blijven bestaan. En dat Chinezen wel meer zullen integreren. Want dat zie je ook wel steeds meer in Nederland. Waarbij ik... Ik zie het ook wel zo dat... Dat het mij hetzelfde blijft. Dat het een minder Chinese gemeenschap is dan wat je nu vaak ziet. Je hebt natuurlijk veel Chinese buurten. Het zou helemaal kunnen verdwijnen. Gewoon puur omdat mensen op een gegeven moment als cult gaan zien. En vervolgens denken van dat kunnen we achterwege laten. Misschien is er dan heen. Het echt van Chinatown heen, maar is iedereen ook verspreid. Dus alles gaat door elkaar heen. I think they probably find a new way to... develop all their skills and traditional ways to okay. Do you think Dutch people like the Chinese pancake? Yeah. They really like it.